Hoi, ik ben Pieter en ik ga jullie vandaag weer meenemen in een nieuwe video. En dit keer gaan we het hebben over EDR en ManageSoc. Twee fantastische producten die heel goed samenwerken. Ze zijn nieuw en toch eigenlijk ook weer niet. Gaan we het zo meteen over hebben. En zoals jullie dat gewend zijn, 5 gouden tips aan het einde. Afijn, voordat we van start gaan, ik zou het enorm waarderen als jullie hier ergens onder of bovenin, ik weet niet precies waar het staat, op het belletje drukken, je abonneren, deze video liken, of dat nou LinkedIn is of YouTube, zouden we enorm waarderen. We maken met grote regelmaat goede content, altijd IT gerelateerd en we zouden het leuk vinden als we dat aan een zo breed als mogelijk publiek kunnen delen. Dus vandaar, zou gewaardeerd worden. Goed, EDR en ManageSoc in combinatie. Voordat ik daarover kan praten, misschien eerst even uitleggen wat EDR is en wat ManageSoc is. Het zijn twee losse producten, twee losse diensten. EDR staat voor Endpoint Detection and Response. Oftewel, het wordt al verklapt in het woord, het gaat over de endpoint. Dat kan een server zijn, dat kan een laptop zijn, dat kan een tablet zijn, dat kan een vaste computer zijn. Een eindstation, een endpoint zoals we dat dan noemen. Waar antivirus een stukje software op zo'n endpoint installeert en kijkt zowel ingaand als bij uitgaand verkeer, is dat stukje software eigenlijk wel te vertrouwen? Dat wordt bepaald bij een centrale, heel grote database. Komt een stukje software in, staat die in die database? Nee, dan zal het wel veilig zijn. Ja, blokkeren, isoleren, verwijderen of wat dan ook. Dat is eigenlijk wat antivirus doet. Zo werkt dat. Nou, EDR wordt op een soort vanzelfde wijze geïnstalleerd, ook weer op het endpoint. Maar kijkt niet zozeer naar die database, maar kijkt veel meer naar gedrag. Dus EDR kijkt veel meer naar van, het is dus blijkbaar normaal dat een computer, ik noem maar even wat, zo'n 10 keer per dag aan en afgemeld wordt in Nederland. Maar als dat in één keer in een kort tijdsbestek van 5 minuten, misschien wel 100 keer gebeurt, en dan vanuit Portugal, ik noem maar even een dwarsstraat, dan is dat afwijkend gedrag. En daar gaat EDR over. Afwijkend gedrag. Kortom, ook bijvoorbeeld is heel veel om te doen geweest, we hebben daar eerder video's van gemaakt, bijvoorbeeld bij ransomware. Ransomware wat op een computer belandt, is heel anders dan een virus, uit zich ook veel minder snel, maar is wel een afwijking, afwijkend gedrag, een afwijkend proces op een computer. Er wordt namelijk in een korte tijd heel veel bestanden geopend, een klein stukje ervan, en dan vindt een kleine mutatie op plaats. Dat is wat ransomware feitelijk doet. EDR heeft dat in de gaten, die heeft dat in de smiezen. Dit is wat EDR doet. Kortom, antivirus is onverminderd belangrijk. EDR is een aanvulling, niet in plaats van, die gaan ook heel goed samen. En EDR zou je dus, zo noemen wij dat ook, de volgende generatie antivirus kunnen noemen. Next Gen antivirus. Tot zover EDR. ManageSoc is een heel ander product, een heel andere dienst. ManageSoc is de oplossing die we nu eindelijk kunnen inzetten, ook voor jullie, voor onszelf als MKB-organisaties, zodat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, permanente menselijke bewaking op de IT-infrastructuur zit. Nou, dat zijn heel veel woorden, ga ik uitleggen. Wij doen dit letterlijk samen met een belangrijke partner van ons, dat zit centraal. Rocket Cyber heet de partij, is onderdeel van Kaseya. Kaseya is een hele belangrijke partner van ons. En die gaan verder dan onze bereikbaarheidsdienst kan gaan. Misschien maakt u daar gebruik van, misschien ook niet. We hebben een bereikbaarheidsdienst. Is er nood in de man? Is er een verstoring? Is er een groot probleem? 24/7 kunnen we gebeld worden en kunnen we daarna acteren. Maar dat is iets anders dan permanent ook bewaken, kijken naar afwijkingen, kijken naar gedragingen op het netwerk. En dat is wat ManageSoc doet. ManageSoc die kijkt naar afwijkingen 24 uur per dag. En informeert ons daarover als dat nodig is. Of als het nog urgenter is, kunnen ze zelfs direct acteren. Ze kijken dan niet alleen naar endpoints, servers, werkplekken, laptops, maar ze kijken ook naar de cloud. Omdat die samenwerking zo goed is, kunnen ze dat zelfs rechtstreeks in onze ticketsystemen.
Dus als ze contact met ons zoeken, dan is zelfs de hele casuïstiek, die wordt al vastgelegd in een stukje ticketing, zodat wij ermee aan de slag kunnen of hun daarmee aan de slag gaan. Dat is managed SOC, oftewel menselijke bewaking op het netwerk. En dat zegt gelijk iets over waarom deze nu zo goed samenwerken. EDR kijkt naar gedragingen, naar processen, gebruikersinteracties, naar bepaalde gedragingen van applicaties. Rapporteert dat, maakt er melding van, kan dat signaleren. En managed SOC kijkt naar afwijkingen, zowel op de endpoints, maar ook in de cloud. Dus ook naar afwijkende gedragingen, bijvoorbeeld in één keer heel veel login-pogingen op een Microsoft 365 omgeving die in basis niet gebruikelijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld uit het buitenland komen. Ik noem maar even een dwarsstraat. Nou, die twee die werken dus heel goed samen. Het managed SOC maakt ook intensief gebruik van de software, de EDR software op de computers. EDR, managed SOC, gouden combinatie. Voorbeeld, wanneer heb je hier nou iets aan? En het voorbeeld wat ik nu geef, het zou zomaar kunnen zijn dat aan de andere kant van de camera je denkt van hey, verdraait nog aan toe. Dat is mij recent overkomen. Want helaas, het voorbeeldscenario wat ik schets, wat ik geef, gebeurt de laatste tijd heel erg veel. Ik hoop dat je het niet herkent. En juist voor jullie dan zometeen de 5 tips. Setting. Je ontvangt op enig moment een phishing mail. Oftewel, een mailtje dat net echt lijkt, maar eigenlijk niet echt is. Om de kans op een phishing mail te minimaliseren hebben we hele mooie oplossingen voor. Daarover een ander webinar. Content vind je ergens op onze website. Maar in ieder geval ontvang je die mail. Bijvoorbeeld omdat je e-mailadres een keertje gelekt is. Kun je zelf helemaal niets aan doen. Maar kijk maar op een website als fwbeanbound.com. Kun je zo zien of jouw e-mailadres, of jouw telefoonnummer, jouw wachtwoord een keer gelekt is. Bijvoorbeeld bij LinkedIn of bij Amazon. Dat gebeurt heel vaak buiten je eigen schuld om. Afijn. Ontvangt een phishing mail en erin staat, in mijn geval, beste Pieter, ik stuur je dit bericht. Kijk er eventjes goed naar, zoals besproken, de laatste concepten. Wil je even kijken of het zo goed is? En dan zit er een link in naar een OneDrive-bestand, zogenaamd. Een OneDrive-bestand. Kortom, nou, dat lijkt zo echt, dat is heel moeilijk van echt te onderscheiden. Stel, ik klik daarop, dan open ik dat mailtje. En dan wordt er mij gevraagd om in te loggen in mijn Microsoft 365 omgeving. En hier is het venijn. Ik ga dat doen en het ziet er ook hartstikke echt uit. En dat klopt ook, want het is echt. Het is de Microsoft 365 omgeving waar ik op inlog, met als onderscheid. Dat loopt via de server van die hacker. Wat gebeurt er? Ik log in, ik voer mijn gebruikersnaam in, ik voer mijn wachtwoord in en dan komt die. Ik vulde natuurlijk ook mijn MFA in, mijn tweestapsauthenticatie. Ik krijg die notificatie op mijn telefoon en ik zeg op goedkeuren. En dan log ik in. Er gebeurt op dat moment alleen niets. Ik ben niet daadwerkelijk ingelogd. Die hacker die heeft op dat moment mijn gebruikersnaam en mijn wachtwoord. Maar die heeft ook mijn MFA-code. Die code die wisselt elke keer, dat klopt. Maar zoals jullie weten, daar gaan we weer. Gebruiksgemak versus veiligheid. Staan altijd tegenover elkaar. Vaak wel met de optie om dat 30 of 60 of 90 dagen te onthouden. Zonder dat opnieuw. Zie het als een vertrouwd apparaat. Dat is dan de optie die meegegeven wordt. En wat doet die hacker dan? Die hacker die gaat op de achtergrond een verbinding maken met een lokale Outlook applicatie. Voor de e-mail. Outlook client zoals we dan zeggen. En die maakt verbinding met in dit geval bijvoorbeeld mijn mailbox. En die gaat rustig alles wat ik daarin heb staan, daar ook een lokaal kopie van maken. Mijn e-mailberichten, mijn bijlages, mijn contactpersonen, alles wat in mijn Outlook zit, komt ook bij die hacker terecht. Dat is de setting, dat is de situatie wat gebeurt. Waarom? Vier zaken wil ik noemen. Er zijn er veel meer, maar vier dingen die veel gebeuren. Of, wat ze doen, en het is niet altijd of, het is ook heel vaak en. Waar ze heel snel mee beginnen is heel ouderwets. Ze hebben het adresboek, dus ze gaan ditzelfde nog een keertje doen. Maar met het adresboek uit, in dit voorbeeld, vanuit mijn Outlook client. Dus al de contactpersonen die ik heb, gaan ook een mailtje krijgen. Vaak zelfs uit mijn naam, met dezelfde truc. Ik heb een OneDrive-bestand met je gedeeld, wil je erop klikken? En nou, kortom, dat is natuurlijk dat als een olievlek groeit dat. En daarom horen we dit natuurlijk ook zoveel. Dat is het eerste. Het tweede wat ze doen,
is echt menselijkerwijs in die mailbox gaan zoeken naar gevoelige informatie. Gevoelige informatie als BSN-nummers, kopietjes van paspoorten, rijbewijzen, identiteitskaarten, dat soort zaken. Gevoelige persoonsgegevens. En waarom? Zijn geld waard. Verkopen ze op het dark web. Het zijn ook gevalideerde data, gevalideerde bestanden. Kortom, die zijn gewoon veel geld waard. Helemaal omdat ze daar ook vaak contactpersonen bij hebben, de namen, oftewel heel veel waardevolle informatie. Verkopen ze gewoon. Het derde is, die horen we wat minder, maar gebeurt wel, zeker in bepaalde branches, in bepaalde disciplines. Stel nou dat de organisatie nou eenmaal heel veel gevoelige data bezit, wat er dan ook gebeurt, is dat er letterlijk contact wordt opgenomen. Beste, nou, in het voorbeeld nog steeds, beste Pieter, we hebben je gehackt, we hebben al deze data en bestanden gevonden van die, leverancier, klanten, relaties. We kunnen twee dingen doen. Of ik maak het publiekelijk, of ik ga die klant even op de hoogte brengen. Of je betaalt me bedrag X of Y in bitcoins. Zeg het maar. Dat is wat er gebeurt. De vierde optie, komen we ook veel tegen, is dat er onderweg dat ze daadwerkelijk in contact gaan met de relaties uit mijn Outlook-adresbestand. Kortom, ze zoeken hun moment uit. Ze weten in mijn Outlook natuurlijk wanneer ik met vakantie ben. En ben ik met vakantie, gaan ze naar klanten, naar relaties mailen. Joh, Pieter hier, ik ben met vakantie. Helemaal vergeten, zou je alsjeblieft deze factuur nog willen betalen? Voor de zekerheid, hè? Dit is het IBAN-nummer waar het naar overgestuurd mag worden. En dit is het bedrag, zou je het alsjeblieft even snel willen regelen? Dat gebeurt met externe, dat gebeurt met interne. Dit is wat er gebeurt. En ze zijn zo levensecht dat mensen daar dus heel veel intrappen. Ze zijn dus uit op het geld. En de venijn zit erin dat ze dan ook nog vaak ergens in Outlook een regel aanmaken. Dat als ze dan in correspondentie zijn met die relatie, met die klant, met die... Dat ze dan ook ingesteld hebben in Outlook van als er dan geantwoord wordt op het bericht. Zet die dan als afgehandeld en verplaats hem. Of zet hem dan als gelezen en verplaats hem naar de afgehandelde map of de archiefmap of wat dan ook. Dit is wat er gebeurt. Nu ManageSock en EDR. Op het moment dat deze situatie zich voordoet, dat we die phishing mail ontvangen, daar gaan EDR en ManageSock weinig in kunnen betekenen. Die phishing mail die zal binnenkomen. Maar op het moment dat die hacker aan de slag gaat en met een lokale client de relatie probeert te leggen met mijn adresboek, met mijn Outlook gegevens, met mijn Microsoft 365 gegevens, dan gaat ManageSock alert staan, want dat gebeurt ook vaak vanuit het buitenland. Dan wordt er contact opgenomen met de IT-dienstverlener, met ons, en wij dus weer met jullie. En dan gaan we kijken, hey, klopt dat wel? Wordt er in één keer heel veel mail verstuurd? Zijn er bepaalde bestanden waar nu naar gekeken wordt, omdat die Microsoft credentials misschien ook wel op, waar ze misschien proberen ze ook wel op SharePoint in te loggen? Afijn, EDR en ManageSock komen hier uitstekend tot hun recht. Ook al gebeurt het in de cloud, ook al gebeurt dit op afstand. Dit is de kracht van ManageSock en EDR. Nou, om even af te sluiten, 5 tips om de kans hierop te minimaliseren. En nee, ik noem dan niet de tip, ga aan de slag met EDR en ManageSock, dat mogen duidelijk zijn. Nee, 5 tips hoe je als eindgebruiker hier op een goede manier mee uit de voeten kunt. De eerste tip is... Ga nooit zomaar akkoord met een MFA-melding. Ben je aan het barbecuen, zit je in een vergadering en je krijgt een MFA-melding binnen, dan ben je dat zelf niet. Decline hem dan ook. Weiger hem. Keur hem zeker niet goed en neem alsjeblieft contact op met ons, met je IT-dienstverlener. Dat is de eerste. De tweede tip. Veel moeilijker, veel bewerkelijker, zeker met terugwerkende kracht, maar ook zo belangrijk. Alsjeblieft voorkom dat in je e-mail belangrijke bedrijfsgevoelige, persoonsgevoelige informatie belandt. Paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, BSN-nummers en de rest van het rijtje. Alsjeblieft, verstuur het op een veilige manier. Er zijn oplossingen voor. Daarover later een ander webinar. Maak nooit zomaar een 1-op-1 kopie van een paspoort, maar doe dat altijd op een veilige manier. Maar bovenal, wanneer je daarmee klaar bent, verwijder die data alsjeblieft. 3. Ga je ergens aanmelden en je denkt, hey, het lukt niet, dat is gek, het zou te goed moeten zijn. Niet twijfelen, bel ons, is ongewenst gedrag. 4e tip.
Waar kan, ga geografisch limiteren. Veel woorden, probeer hem uit te leggen. Stel alsjeblieft in dat Nederland een veilig gebied is, waar dat kan, en buitenland dat dat in basis niet geen valide logins zijn. Daarmee kan het Managed Shock ook veel makkelijker identificeren als het niet om vertrouwde loginpogingen gaat. Vervelend is dan wel, ga je met vakantie, langer of korter, ja, dan moeten we dat wel als tijdelijk even toegang geven. Dat vraagt om een stukje aandacht en dat vraagt om, nou ja, we komen weer op gebruiksgemak versus veiligheid. Dat is de vierde tip. En de laatste en de vijfde is, kijk af en toe naar je Outlook-regels. In het voorbeeld wat ik gaf, kijk even of er regels zijn die je misschien hebt aangemaakt die je niet herkent. Dat zou kunnen zeggen dat er mogelijk een hacker aan de slag is. Kijk er eens een keertje naar. Nou, genoeg informatie weer in deze webinar. Heb je nou nog vragen of wil je heel graag meer weten over EDR, Managed Shock of beter nog, deze twee bij elkaar. Neem alsjeblieft contact op met je accountmanager of zoek ons sales team op. Kijk graag even op onze website. Komt die ergens onder te staan. En dan zou ik zeggen, houd veilig. Tot de volgende video.